Ik wil samen met u lezen uit de brief van de Apostel Paulus aan de gemeente van Rome, en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 16 en 17. En de tweede schriftlezing vindt u in Romeinen 4, de versen 1 tot en met 5. Waar het woord van de Heer tot ons komt in Romeinen 1, vers 16. Want ik schaam mij des evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een Igeluk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 4, vanaf het eerste vers. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader het verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Ik zei net in de consistorie. dat ik al ongeveer 33 jaar preek en ongeveer ook al 33 keer Reformatiediensten hebt gehouden. En dat ik telkens gesproken heb over dat woordje rechtvaardigheid. Ik heb nooit een andere tekst, wel andere teksten genomen waar dat woord in voorkomt, maar nooit over andere belangrijke dingen uit de Bijbel gepreekt met Reformatie. Want ik geloof als het gaat over het woordje rechtvaardigheid, dat er in de kerk heel veel misstanden zijn, net als in de tijd van Rome. Misschien ook wel in uw leven. En een van de misstanden die las ik vanmorgen nog in het boekje van Luther. Dat Luther in het begin, toen hij college gaf, dat Luther onbekommerd leerde over de gelovigen als gedeeltelijk rechtvaardig en als gedeeltelijk onrechtvaardig. Luther leerde in het begin, dat had hij van Rome nog meegekregen... dat het een proces is, een proces van heilig worden... en nog heiliger worden totdat ik rechtvaardig ben. Ik moest denken aan een ontmoeting van een paar weken geleden in Antwerpen... met, met orthodoxe Joden en met een rabbijn... En toen ging het ook over de vraag... Ben je sadiek? Bent u rechtvaardig? En dat staat van Jacob in Genesis 25... staat dat Jacob een sadiek was, een rechtvaardige. En die rabbijn die zei... Nee, er is niemand rechtvaardig, maar ik doe mijn best. Dus aan de ene kant beleed hij inderdaad dat niemand rechtvaardig is... maar we moeten wel ons best doen... Om rechtvaardig te worden. Dat is misschien niet de kwaal van de orthodoxe Jood, maar dat is misschien ook wel de kwaal van uw leven en van mijn leven. Daarom is er ook zo weinig ware zekerheid in de kerk. Omdat onze rechtvaardigheid afhankelijk is van onze werken. En dat wij ook denken dat rechtvaardigmaking een soort proces is. Waar je in moet groeien en waar je in moet opwassen. Nou, de apostel Paulus die leert ons iets totaal anders als het gaat over rechtvaardig zijn. Hij neemt Abraham tot een voorbeeld, hè, dat hebben we met elkaar gelezen. En hij zegt het, hè, wat zullen we dan zeggen? Heb Abraham het verkregen naar het vlees? Je zal dat woordje vlees, dat is natuurlijk niet het vlees van de slager, dat begrijpt u. Het gaat hier ook niet over je lichaam, dat is ook vlees. Maar hier bedoelt meer de apostel dat de werken die uit het vlees, uit de mens voortkomen. heeft Abraham daarom de rechtvaardigheid gekregen. En dan zegt de apostel: als dat waar is, dan zou de roem roem zijn in de gelovigen. Dan zou de roem zijn in Abraham, maar niet bij God. Maar wat dan? Hoe heeft Abraham de rechtvaardigheid verkregen? Misschien is dat wel de grote vraag in de Reformatie geweest. Niet zozeer de misstanden van de middeleeuwen, maar de grote vraag: hoe krijg ik vrede met God? Dat het daar om draaide in de Reformatie. Dat het niet alleen ging om een reformatie van de kerk maar dat het ook gaat, ook vanavond, over een reformatie in uw hart. Daarom vraag ik u, van, hebt u vrede met God? En misschien kunt u heel veel goede werken opnoemen en goede daden in uw leven... die u niet moet nalaten. Die u doet voor uw naasten. Die u doet omdat u ook nog zo'n karakter hebt... Maar deze werken, zegt Paulus, kunnen voor God niet bestaan. Waarom niet? Nou, omdat de wortel van ons bestaan zonde is. Dat is misschien ook heel lastig, omdat we aanvaarden in je leven, we doen geen zonde, maar we zijn zonde. En daarom alles wat wij doen, ook onze goede werken, zijn zonde voor God. Daarom moeten wij niet veranderd worden, maar wij moeten vernieuwd worden. En wat leerden ze in Rome? U moet niet denken dat het een oppervlakkige prediking was in de dagen van Luther. De priesters spraken over dood en verdoemenis en over aflaten, over hel en hemel. U moet niet denken dat ze het niet hadden over het woordje rechtvaardigheid. Dat werd in de dagen van Luther gepredikt. Alleen de manier en de wijze waarop je rechtvaardig voor God werd, daar ging het fout in de kerk. Misschien dat het daar ook heel liefdevol bedoeld in uw leven ook fout gaat. Hoe vaak komen we het niet tegen bij elkaar? Hè? Als u goed gesteld bent, dan hebt u hoop. Bent u niet goed gesteld, hebt u geen hoop. Wanneer u goed gesteld bent in uw gebedsleven en in uw geestelijk leven, dan hebt u hoop. En het andere moment, wanneer u aangevochten wordt en moederloos bent en u hebt gefaald, dan wankelt alles. Dit leerde Rome. Rome leerde dat je eigenlijk niet zeker kon zijn van je heil. Want je moest tot het einde toe vol harde. Zo heeft Luther geworsteld met die vraag: hoe word ik dan rechtvaardig voor God? En ik geloof, gemeente, vrienden en vriendinnen, dat elke gelovige vandaag aan de dag iets weet van de rechtvaardiging van de goddeloze. Misschien is dat ook wel een geëikte term, een platgetreden paadje wat we bewandelen. Maar dat het in uw en in mijn leven realiteit moet worden, werkelijkheid moet worden. Dat wij mogen weten door Gods genade. dat wij een rechtvaardige voor God zijn. Die Joodse rabbijn die zei: dat bereikt niemand. Dat had u niet verwacht, hè? Wij denken dat de orthodoxe Jood. dat hij denkt: doe goed je best en dan aan het eind komt het goed. Maar zelfs de orthodoxe Jood. die door de werken beleid zalig te worden die moet zeggen, je kunt het eigenlijk niet zeker weten. Vandaag aan de dag is dat ook iets wat je soms hoort, hè? Het gonst, het gonst zomaar in ons kerkelijk Nederland. Dat wij zekerheid, dat wij zekerheid gevaarlijk vinden. Mensen die zo zeker zijn van zichzelf... die mogen zichzelf wel eens onderzoeken. Of mensen die, die beleiden van... Als je strijd hebt en aanvechting hebt, dan mag je goede hoop hebben op je zaligheid. Ik denk dat het allemaal influisteringen zijn die ons onzeker maken, labiel. Maar wat is dan het geheim? In de eerste plaats gebruikt Paulus een woord uit de rechtspraak, uit de Romeinse rechtspraak, als hij het heeft over het woordje rechtvaardigheid. Het woordje rechtvaardigheid betekent in het Grieks vanuit de grondtekst een ieder het zijne geven. Als u aan een ieder en aan God het zijne geeft, dan bent u rechtvaardig voor God. Dus dat betekent het grondwoord. Het grondwoord is als u voldoet aan hetgeen wat God van u eist en u voldoet aan hetgeen wat God van u naaste eist dan bent u voor God rechtvaardig. Maar nou leert de Bijbel ons dat er niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe. En dat er niemand van ons is die naar God zoekt en naar God vraagt. Weet u hoe de Bijbel ons noemt? Een goddeloze. Je kunt heel veel hebben en heel veel meegemaakt hebben en heel veel zijn en toch je blijft een goddeloze. Dat betekent het woordje vanuit de grondrex, los van God. Misschien is dat een gevaar in de kerk. Misschien wel in uw leven. Dat u heel veel goede dingen doet. Misschien bent u wel veranderd. Dat u dat vroeger niet deed. En dat u tot de ontdekking komt dat u niet goed bezig was. En dat de vraag in uw hart kwam: hoe krijg ik nou vrede? Hoe word ik nou rechtvaardig voor God? En dan leert Paulus ons in de Romeinenbrief in Romeinen 4: dat wij niet rechtvaardig worden door werken. Nou, dat stemmen we natuurlijk allemaal van harte toe. Hè? Daar zijn we te hervormd voor. Natuurlijk beleiden wij dat wij niet door prestatie en door werken vanuit het vlees rechtvaardig voor God worden. Maar als ik u zeg. Dat degene die niet werkt, dat die loon ontvangt, dan gaat er bij u van binnen iets branden. Als ik u leer vanavond dat je niet door werken, maar degene die juist niet werkt, die krijgt loon, dan zegt u tegen mij, dat is onrechtvaardig. Want als je heel goed je best gedaan hebt, heel je leven, heel de week. Dan ontvang je toch rechtmatig loon. En nu zegt Paulus, degene die werkt, die krijgt aan het eind van de rit geen loon. Hoe vindt u dat? Is dat rechtvaardig? Dan zegt u rechtvaardigheidsgevoel van binnen, dat is onrechtvaardig. Want wij volwerkt, een arbeider, die is zijn loon waardig. Zo gaat het in het Koninkrijk op aarde. Maar Paulus leert in Romeinen 5 dat degene die niet werkt, die krijgt loon. Dat is een onrechtvaardig besluit. Goed je best gedaan. Misschien ook om gebeden. Misschien ook de hulp van God ingeroepen. Omdat je het in eigen kracht niet kunt. En dat je dan aan het eind van de rit wordt afgewezen. En degene die niet gewerkt heeft. Die krijgt aan het eind van de rit loon. Hoe is dit mogelijk? Maar de apostel heeft een zinnetje, een bijzinnetje, erbij gevoegd. Hoor maar. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade. Maar naar schuld. Abraham heeft het niet ontvangen uit de werken, maar uit genade. Maar nou komt het. Degene die niet werkt, ik laat het bijzinnetje even weg, die de goddeloze rechtvaardigt wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus wat zegt de apostel? Dat degene die niet werkt, maar die gelooft in hem. Welke hem? Die in Christus gelooft. Wat doet Christus, zegt de apostel? Die rechtvaardigt een goddeloze. Geen vrome, geen fariseer, geen kerkmens... Maar een godloze, die wordt door God rechtvaardig gerekend. Niet op grond van zijn prestatie en niet op het grond van wat hij niet doet en wel doet. Maar op grond dat God goddeloze zondaren, dat is toch niet te geloven. Dat hij die vrij spreekt, of nog anders gezegd, dat hij die rechtvaardig verklaart. Wie zijn dat? Dat zijn degenen die in hem geloven. Die op hem vertrouwen. Die niet vertrouwen op hun werken en niet vertrouwen op hunzelf, maar die vertrouwen op degene die gewerkt heeft, Christus. Dus die niet werkt, maar, zegt de apostel, die op hem vertrouwt. Hij heeft gewerkt. Hij heeft aan de wet van God voldaan. Hij heeft aan de eis van God voldaan. Hij heeft aan het recht van God en onder het recht van God gebogen. Hij. En wij dan? Wij dan, onze werken tellen voor God niet. Onze werken tellen niet mee in de weegschaal van Gods rechtvaardigheid. God die kan onze werken helemaal niet gebruiken. Was vanmiddag even in het ziekenhuis toen zei iemand, God kan mijn gebed niet eens verhoren. Ik zeg, meen je dat nou? Dan heb je weinig vertrouwen in je gebed. En het is nog recht gezegd ook, denk ik. Als wij steunen en vertrouwen op onze gebeden, op onze kerkgang, op onze rechtszinnigheid, op onze goede werken, dan hebben we nog niet begrepen wat het betekent om een goddeloze te zijn. Daar hoeft u niet voor uit te breken in de zonde. Daar hoeft u geen prostituee voor te worden. Maar een vrome man of een vrome vrouw of een vrome dominee. Er zit iets in ons mensen. Wat zit er in ons mensen? Iets van doen, doen. In het paradijs konden we het doen. En na de zondeval konden we het onmogelijk meer doen. Het was een verloren zaak, alles wat we deden was een verloren zaak. Maar er komen geen zon daar in de hemel. Hier moet u van schrikken. Hier moet u echt van schrikken. Ik zal het u ook uitleggen. Want God kan geen gemeenschap hebben met een godeloze. Want God is rechtvaardig. En God zou u zeggen is barmhartig. Ja, maar God kan niet zo doen. Als God zo kon doen. Dan moet God afstand doen van zijn rechtvaardigheid. Maar God kan en wil geen afstand doen van zijn rechtvaardigheid. Maar Hij wil een zondaar door recht, door een rechte weg, zalig spreken. Kan God die rechtvaardig is, een zondaar straks in zijn armen ontmoeten? Nee. U kunt alleen maar straks God in de ogen zien als u net zo rechtvaardig bent als God rechtvaardig is. Ik weet dat ik heel wat zeg nu, maar ik geloof dat het zo is op grond van de schrift. U moet het zijn van links of van rechts, van voor of van achter, maar u moet weten dat u een rechtvaardige bent. En misschien komt u er al achter en bent u erachter gekomen dat u door de werken der wet niet tot die rechtvaardigheid kan komen. U kunt het verschoppen en u kunt het vertrappen, maar u kunt nooit komen tot de rechtvaardigheid zoals God rechtvaardig is. En ik zei al waarom, al zou uw heilig leven. Dan zijn nog uw heilig leven onheilig omdat u een onheilige bent. Dat moet scherp gepredikt worden, ook vandaag. Anders worden vrome mensen zalig. Maar vrome mensen worden niet zalig. Vrome mensen gaan voor eeuwig verloren. Nette mensen, serieuze mensen, die goed zijn voor hun naaste, die gaan verloren. Als ze op grond van hun werken denken straks binnen te komen. Lieve gemeente, het evangelie is zo scherp. Veel scherper dan de wet van Mozes. Het evangelie kan alleen maar u zalig spreken. Maar de wet die kan u alleen maar veroordelen. De wet die kan niet, die kan niet zeggen. U hebt goed uw best gedaan. En u hebt het goed gemeend. U hebt het wel niet helemaal volmaakt gedaan. De wet zal u veroordelen. De wet zal zeggen: vervloekt bent u. Dat moet ik vanavond. Ik moet dit zeggen. Want als u dit niet verstaat in uw hart. dan grijpt u zich vast aan elke strohalm. En u hoopt op beter. En u bidt om de Heilige Geest. En u bidt om heiligmaking. En u bidt om goede werken. En u bidt om kenmerken van genade. Maar God zou zeggen, doe weg, doe weg dagetier. Waarom? Omdat je een onrechtvaardige bent. Hoe word ik dan rechtvaardig voor God? En dan niet alleen rechtvaardig, maar net zo rechtvaardig als God rechtvaardig is zodat God mij straks ziet. In Christus Jezus net zo rechtvaardig als God rechtvaardig is. En dat is al zeggen kom binnen gij gezegende des heren, omdat ik in de ogen van de heren een rechtvaardige ben. Luther, Luther u weet het haten. Hate dit woordje rechtvaardigheid. Hij schrijft in zijn boek, als er één woord is in mijn leven, wat ik heb leren haten, was het woordje rechtvaardigheid. En ik zei tegen God, doe ik het dan nooit goed. Ik doe zo mijn best en ik doe het uiterste van wat ik doe. En telkens klinkt het, je bent niet rechtvaardig. Luther heeft geworsteld, u misschien ook wel. Want je kunt het in je hoofd, in je hoofd. Kan het soms zo'n warboel zijn. En theoretisch kun je soms dingen weten. Maar om ze in je hart te ontvangen, om ze te omhelzen, om vrede met God te krijgen, wat gaat er soms een gevecht aan vooraf? En of je dan uit de wereld komt of uit de godsdienst, ik weet niet wat je verkiezen moet, maar we komen allemaal uit het verloren paradijs. En we snappen niet, we begrijpen niet hoe God een mens rechtvaardig verklaart. Hoe doet God dat dan? Nou, toen Staupitz kwam bij Luther en zei tegen Luther, luister eens, God die wil zijn rechtvaardigheid aan je schenken, toen zei Luther, begin je nou weer? Is dan het Evangelie, is dat dan ook al rechtvaardigheid? Misschien dat wij een heel verkeerd beeld hebben van de Roomsche kerk in de dagen van Luther. Want ik zeg het nog een keer, hel en verdoemenis. Werd scherp gepredikt. Mensen werden aangespoord om aflaten te kopen. Mensen werden aangespoord om zichzelf te kasteiden. Mensen werden aangespoord om zich te isoleren. Om de eenzaamheid op te zoeken en om te bidden. En ze werden aangespoord om goed voor hun naaste te zijn. Dat was de leer van Rome. En dan met de achtergrond. Hopen en maar hopen. Hopen op morgen en op overmorgen. Hopen op beter. Maar Luther zei, hoe meer ik hoopte, hoe wanhopiger dat het werd in mijn leven. En ik kwam erachter dat ik een onrechtvaardige was. Toen had ik nog één wens, zei hij, om de Trappen van Rome te beklimmen. Om mezelf te pijnigen. En om haring met brood te eten. Om mezelf te kwellen. Om in een gestalte te komen dat God misschien mij genadig wilde zijn. Maar ik snapte het evangelie niet. U wel. God houdt van alle mensen. Is dat zo? Noemen we dat evangelie. Dat God lief is. En liefde is. Ik zeg het allemaal een beetje bot vanavond. Met opzet. Want u moet wakker worden. Want u slaapt. Het evangelie is niet God houdt van alle mensen. Hoe waar dat dit mag zijn. Maar misschien vindt u dit evangelie niet prettig. Moet u horen. Misschien zit u hier niet op te wachten. Maar, maar Paulus zegt in Romeinen 1, vers 16 en 17: Weet u wat evangelie is? Dat God zijn rechtvaardigheid in het evangelie geopenbaard heeft. Is dat evangelie? Zit u daarop te wachten? Of zit u te wachten op, op, op een lieve boodschap? Een boodschap dat God barmhartig is. Een boodschap dat God de zonde niet zo serieus neemt. Of springt uw hart op van vreugde als u hoort dat het evangelie een blijde boodschap is? Wat is die blijde boodschap? Dat God zijn rechtvaardigheid in Christus Jezus aan deze wereld heeft geopenbaard. Luther zei, ik heb zo lang op deze tekst geklopt. Maar de deur wilde maar niet open gaan. En ik snapte het niet, want ik dacht alsmaar, God eist. God eist, zelfs in het evangelie. Totdat God mijn ogen opende. En dat ik zag dat God in het evangelie niet eist, maar dat God in het evangelie belooft. En wat belooft God dan? De hemel? Nee. Dat je niet naar de hel gaat. Nee. Dat je een goede jongen wordt. Nee. Dat je een aardige vrouw wordt. Nee. Wat is dan evangelie? God openbaart zijn rechtvaardigheid, zijn eerlijkheid, zijn volmaaktheid. Openbaart God in Christus Jezus. Ami. Ami. Aan een zondaar, aan een onrechtvaardige, aan een goddeloze. Dat kan niet. Dat geeft kotsluiting. Dat past niet bij elkaar. Hoe kan het dat de rechter, de rechter die ons veroordeelt tot de eeuwige dood, dat de rechter in het Evangelie. Dat hij als het ware van de rechterstoel afkomt. En dat hij in Christus aan de wereld openbaart en bekend maakt. De rechtvaardigheid. Nou komt het die ik nodig heb. Die ik noodzakelijk nodig heb. Waarom? Om rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Kun je dat kopen, kun je dat verdienen. Wat moet ik daarvoor doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om een rechtvaardige in de ogen van God te zijn? Wat moet ik doen, dominee? Ophouden met werken, ophouden met dat getop, met al dat vrome gedoe, buigen. Buigen. Waarvoor? Voor Gods rechtvaardigheid. Ik schaam mij daarom niet om dit evangelie vanavond aan u te verkondigen. Nee, ik ga nog een stapje verder, want het is meer dan verkondigen. Het wordt u aangeboden. Want ik ga natuurlijk wel iets verkondigen. En het hangt daar ergens in de lucht. En dan hebt u de neiging, de neiging. Dat u zegt: Hoe moet ik daar komen? En dan zegt dat stemmetje van binnen: Doe je best, bid er veel om. Ernstiger bidden. Serieuzer bidden. Om daar te komen, waar te komen. Wat God aanbiedt. Maar dit is geen evangelie, zegt Walens. Weet u wat evangelie is? Dat God het bij u brengt. Ik zei een zondagmorgen, echt, ik bedoelde het echt in liefdevol, ik zeg dat wel meer, maar kijk, geloof mensen dan allergisch worden. Ik zei, je hoeft niet naar Jezus te zoeken. Weet je wie er naar Jezus zoekt? Gods kinderen. Maar wat bedoel ik nou te zeggen? Stop ik daar dan? Nee, maar hij wordt bij u gebracht. Hoe dan, hoe dan, hoe dan? Door een gezicht en door een droom en door een visioen? Nee. Het wordt bij u gebracht. Door de verkondiging van de belofte van het Evangelie. Door wie dan? Door de rechter. De rechtvaardige. De heilige. De volmaakte. Die laat in Christus Jezus de rechtvaardigheid verkondigen en brengt die bij u. Nou, daar komt hij weer hoor. Ik kan het toch niet laten. Het wordt in je schoot gelegd. Ik geloof, als dat niet gebeurde, kon er niemand meer zalig worden. Want u bent zo diep gevallen in Adam dat u niet één voet, niet één voet kan verzetten tot het eeuwige leven. Wij zijn dood in de zonden en dood in de misdaden. Wij hebben allemaal de eeuwige dood verdiend. Ik ga voorop. En we hebben alle macht, alle macht tot behoudenis verloren. We zijn verkankerd als het gaat over de zonde waarmee we ontvangen en geboren zijn. Daar zit u mee. U zit natuurlijk met de vraag, hoe kan ik dan behouden worden? Of misschien wel, wat moet ik doen om zalig te worden? Luther zou gezegd hebben, en ik zeg het hem nou uit mijn hart, niks doen. Ophouden. Ophouden met dat vrome gedoe. Ophouden met die vrome werken. Buigen en dan in ontvangst nemen. Of een ander woord aannemen. Of een ander woord omhelzen. Het licht in uw schoot. Dat kan ik niet in uw schoot leggen, dat hoef ik ook niet te doen. Toch ben ik wel het middel om Christus in uw schoot te leggen als een ambassadeur van Koning Jezus. Opdat u niet zou wanhopen en zou zeggen: Ik moet voor eeuwig verloren gaan, want ik kan geen stap zetten tot mijn behoud. Hij ligt in uw schoot. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dit is het woord het welk wij u preken. Dat is onze roeping. Onze roeping is om de dood te preken in Adam. En onze roeping is om Christus in de schoot te leggen van een godloze. Misschien ben je dat vanavond wel, hè? Uitgebeden. Dan heb je zo'n moment in je leven, dan ben je aan het eind van je kunnen. En dan sta je met je rug tegen de muur. En dan zeg je: Oh God, hoe moet het goedkomen? En dan openbaart God door het Evangelie het liefste wat hij heeft: Christus. En als ik dan aan u vraag: Wie is Christus? Vertel eens iets over hem. Wat is dan het eerste wat u zegt? Dat je door het geloof mag zeggen, toen ik Christus zag, toen zag ik Gods schenkende rechtvaardigheid. En toen zag ik door het geloof dat hij niet alleen aan anderen, maar ook aan mij, de rechtvaardigheid wilde schenken. En toen kon ik niet anders meer. En ik wilde niet anders meer als dat omhelzen. U ook? Toen heb ik hem gekust. Toen heb ik hem aan mijn hart gedrukt. Want toen mocht ik weten: ik ben in de ogen van God een rechtvaardige. Was hij dat dan niet in je eigen oog? Nee, het tegendeel juist. Het was een beerput. Maar daar werd de parel van grote waarde, Christus, ingelegd in de beerput van mijn leven. En toen kon ik niet anders meer, u ook niet, dan hem aan mijn hart drukken en zeggen, lieve Heer Jezus, lieve gerechtigheid van God. Wat heb ik toen de rechtvaardigheid van God lief gekregen? Zo lief gekregen dat de Heere zegt: Nou ben je net zo rechtvaardig als ik ben. Terwijl ik het niet was in mijn eigen oog. Maar het werd mij toegerekend. Het werd op mijn rekening geschreven, hoe dan? Door het Geloof. Toen zag ik, zegt Luther, dat hij niet alleen mijn schuld heeft verzoend door het zien op Jezus, door de heerlijkheid van Christus te zien, door het geloof. Toen zag ik dat niet alleen mijn zonden vergeven waren, maar toen liet God mij ook zien dat ik net zo rechtvaardig was als God rechtvaardig was. Toen zei de Heer. Alles wat je aan je naaste hebt gegeven en alles wat je aan mij hebt gegeven. Je bent volmaakt in mijn ogen. Al is er dat vanavond, misschien wel, uw gebeten tegen u getuigd. Dat je terugvalt, terugvalt. Dat je betoverd wordt, betoverd ook in onze dagen omdat de rechtvaardiging van de goddeloze misschien wel naar de achtergrond is gedrukt. En dat we zo graag willen horen van Gods liefde. Ik ook, ik ook, ik ook hoor. Maar misschien hou ik nog meer van Gods rechtvaardigheid. Want hij is niet alleen liefdevol, maar hij is ook rechtvaardig. Hij is mijn rechtvaardiger. En het geloof zegt: daar vertrouw ik op, daar leef ik uit. Ja, daar kom je nooit te boven of zo. De rechtvaardiging van de goddeloze, dat is elke keer iets wat je door het horen van het woord moet horen. Is er dan niet meer te zeggen dan dat? Ja, natuurlijk wel, want dan begint het was, dan is het fundament gelegd. Dan is de boom afgehouden van zijn oude wortel. En is die geënt op een nieuwe wortel. Dan praat de Bijbel over heiligmaking. Dan pas eerder niet hoor. U moet enigermate zeker zijn. van uw rechtvaardiging voor God. Wil u vruchtbaar, vruchtbaar kunnen zijn. voor uw naaste en voor God. En niemand. en niemand zal zonder heiligmaking. Godzien, dat is ook waar. Maar het fundament is Christus. Het rustpunt van mijn hart is Christus. Uw verzoenen sterven, dat is het rustpunt van mijn hart. En van daaruit, van daaruit... krijg ik mijn naaste lief. Niet meer om goede werken te hoeven doen. Niet meer om een goede vrouw te zijn of een goede man... Niet meer om de hemel te verdienen. Niet meer om vrede in mijn hart te krijgen. Want dat heb ik reeds gekregen, omdat het mij is toegerekend. Zo leerde Luther. Dat was wel een proces. Heiligmaking is aan de ene kant een soort proces van verdieping. Maar nooit, nooit los van het fundament. Nooit los van de rechtvaardiging van de zondaar. En als u vanavond hier in de kerk zit, misschien wel als dominee of ik. En u bent uit zwakheid in zonde gevallen. En dat is de vijand in uw hart influistert, De vijandin. Je hebt gestruikeld. Je hebt gefaald. Maar wees dan niet verblijd over mij, mijn vijandin. Want wanneer ik gevallen ben, zal ik weer erop staan. Kan dat? Kan dat. Dat je mag weten door Gods genade... dat je een rechtvaardige voor God bent en dat je toch in zonde valt. Helaas. Helaas. Had ik maar, zegt Luther, een volkomen geloof, dan kreeg je mijn baret... Maar we hebben hier te worstelen met de zwakheid van het geloof. En we hebben hier te worstelen met vijanden. Maar de grote vraag is: voordat we vanavond naar huis gaan, voor u. Ik zal nooit aan iemand vragen: vertel eens hoe is het begonnen bij je. Want ik weet zeker dat ze het misschien wat te laat zeggen of te vroeg. Maar ik zal wel aan hun vragen, en dat vraag ik ook aan u. Wat betekent Christus voor u? Wanneer hebben u voor het laatst, voor het laatst, een ontmoeting gehad met de Heer Jezus? En dat Hij u toesprak uit liefde. En dat Hij zijn verzoenend, zijn verzoenend werk liet schitteren in de zwakheid van uw geloof. En dat u verblijd werd van binnen, alsof het paradijs openging. En dat ik binnenstapte, zegt Luther, als een rechtvaardige in de poort van het paradijs. Luther, te groot om te geloven, joh. Ach, ik neem het, ik val het klein geloof niet af. Maar als u het met twijfel kunt redden. Dan zit u op het verkeerde spoor. En als u denkt het is een proces, heb even geduld met mij, dan hebt u het mis. Kun je het zeker weten dat je rechtvaardig voor God bent? Ja. Moet je het ook zeker weten? Ja. Dat betekent niet dat het niet aangevochten kan worden, ja zeker. Dat, kan, dat wil ook niet zeggen dat je soms geen dieptepunten meemaakt, ja zeker. Maar op de bodem van je hart heb God iets uitgestort. Dat krijgt niemand te meer uit. Al ga ik dan onder in de kolken en in de golven, maar dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven, nog verlaten. We gaan naar huis. Bent u rechtvaardig voor god die orthodoxe jood van het onbeschaamd in de kerk ook vandaag die van het onbeschaamd om te zeggen ik ben rechtvaardig dat vond die hoogmoedig. u misschien ook wel al die mensen die het weten nou pas op hoor dit staat nergens in de bijbel in de bijbel staat wel dat het kleinste geloof enige mate Zekerheid heeft. En dat dat geloof verdiept moet worden. En dat dat geloof beproefd moet worden. En getuchtigd en geoefend. staat de Bijbel vol van. Maar u moet wel weten, weten. Want ik roem in God. En waar prijs ik dan in? Nee, niet meer in mezelf. Niet meer in mijn toestandjes. Niet meer in mijn. Maak het een keer zeggen in mijn goede werken. Niet meer in wat ik allemaal zo goed doe voor een ander. Maar ik roem in God en ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan ben je aangenaam voor God en aangenaam voor je naaste. En dan is de lofzang op je lippen. Zijn naam, die moet immers eeuwig de eer ontvangen. Ik moet helaas stoppen. Ik heb er nog niks van gezegd. Van het wonder, het onbegrijpelijke wonder, dat God niet meer op me toornt en dat God niet meer op me schuilt. En dat ik mag weten, weten dat ik in zijn ogen net zo rechtvaardig ben als dat Hij is. Wij dan gerechtvaardig zijn. Door het geloof hebben we vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Lieve Heer Jezus, alle roem is uitgesloten. Die roemt die roemen in Gods rechtvaardigheid. Amen.